Als je dit zo ziet, is dat dan handig om te weten van tevoren? Ja. Waarom? Omdat je dan gewoon weet dat het leuk is. Het filmpje over de attractie Het Drakennest is al 17 miljoen keer bekeken op TikTok. Ja, dat klopt. We hebben daar inderdaad een video van gemaakt op TikTok. Daarin laten we eigenlijk de attractie zien, hoe een ritje gaat in de attractie. En ja, dat vinden mensen heel erg leuk om te bekijken. Maar wat doen jullie nou precies anders met de filmpjes? Want jullie hebben een geheim dat het zo goed gaat. Ja, nou, we staan nu bij de Sungai Kalimantan. Bij de meeste mensen is die ook wel bekend als de waterbaan met de ronde bootjes. Bij deze attractie hebben wij een video gemaakt waar de baan eerst helemaal leeg staat. Want aan het eind van de dag dan wordt de baan helemaal weer leeg gehaald. En in die video dan kan je zien dat de baan helemaal gevuld wordt vanaf het begin. En dat is iets wat je normaal gesproken als bezoeker natuurlijk helemaal niet meekrijgt. Dus dat is echt een soort uniek kijkje achter de schermen.